Het Land Zorggroep is een zorgorganisatie die wonen, zorg en welzijn biedt aan ouderen in Apeldoorn. En daarnaast ook aan specifieke doelgroepen voor Huntington, Korsakoff en dubbelproblematiek. Het gesprek ging prima. Het was net of ze hier al eerder waren geweest. Je hoeft het niet alleen te doen. Je zei, ik wil een veilige vader zijn. Even doen, Carabel. En ik ben 53. Ik ben hier geboren. Ik vind het hier ontzettend mooi. Ik heb bij het schak gewerkt altijd. En dan heb ik bijna 25 jaar gewerkt. Dat was wel ontzettend mooi, hè? Ja, een leuke collega. Ja, dat was hartstikke leuk. Wist ik ook nog wel. Ja. We hebben hier kippen en schapen, koeien en geiten. Ik sta om 4:30 op. Sorry. Omdat ik 3 keer zo vroeg moet beginnen. Goed geslapen, meneer. Ja, eerst ontbijt maken. Voer van de kippen en van de geiten en schapen staat klaar. Ja. En de schuur, ja. Dan ga ik de dieren voeren. We zijn een keer met het hele bedrijf naar Barcelona toe geweest. En daarvoor wisten ze wel iets van Everdien, maar niet alles. Toen we thuis waren, dan moest ik bijna de volgende dag op kantoor komen. En dan dacht ik wel iets van, ja, wat zou er wezen? Dat was wel vreemd, want normaal kom ik er nooit. En ik ben er wel een flabuit op de werkvloer. Dus ik dacht van, nou, ik kreeg op mijn donder dat in het anders. Nou, misschien, ja, ontslag, ja. Maar nee, dat viel allemaal hartstikke mee. En tijdens het reisje hebben ze Everdien gezien. En die namen alles van me over in Barcelona. Ze hebben de hele verzorging voor Everdien overgenomen. Ik heb 72 uur zorgverlof van de werkgever gekregen. En die mag ik zelf invullen hoe ik dat doe. Ga ik met Everdien naar de specialist of naar de huisarts toe, dan ga ik mee. En dan weten ze het wel allemaal. Die collega van Driekus, die... Die helpen me ontzettend. Nou, we hebben nu een case manager en die is heel fijn, dat is Ellen Landers. Die draagt dingen aan waar wij zelf niet aan denken. Die helpt ons met bepaalde aanvragen van, we zijn nu bezig met Everdien een soort alarmsysteem. Een drukknop op de broekzak of op de trui. Die gaat er eerst naar mij toe. En dan gaat hij, als ik niet opneem de telefoon, gaat hij naar de buren toe. Nou, dat is voor Everdien ook een hele geruststelling. Want ze valt nog wel eens, dat komt nog vaak voor. Mooi, nee. Ja, natuurlijk mooi.